moment van 2019 was natuurlijk de huldiging. Dat was denk ik het allermooiste. Dat iedereen bij de huldiging was heel Twente. En dat moment dat ik mocht zeggen dat iedereen zakken. En dat iedereen ging zakken. En op een gegeven moment zong ik Spring voor Twente, Spring voor Twente. En toen kwam iedereen. En dat is, ja, dat is echt niet normaal. Spring voor Twente, Spring voor Twente. Je komt achter het spandoek en dan zie je zoveel mensen. Dat is gewoon echt bizar. Ik weet niet eens hoeveel mensen daar waren, maar dat was wel een ding om nooit te vergeten. En natuurlijk ook het eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen PSV. Hoe de supporters zo'n groot spandoek hadden gemaakt. Dus ik denk dat dat wel twee mooiste momenten 2019 van mij waren.